Huawei timmert nog steeds stevig aan de weg. Van kleine 900 euro ben je de nieuwe eigenaar van de Huawei P30. Maar wie koopt dat? Als je al de reclameposters zo ziet, zou je niet denken dat juist dit bedrijf zo onder vuur ligt. De Amerikaanse president Trump heeft Huawei op een zwarte lijst gezet. Amerikaanse bedrijven mogen geen zaken meer doen met Huawei. En in Nederland zegt de AIVD dat we heel voorzichtig moeten zijn met het kopen van Chinese of Russische apparatuur voor telecomnetwerken. Laten we de blik eens richten op Huawei. Wat is het voor bedrijf? En van wie is het eigenlijk? Eerst het bedrijf zelf. Huawei is een Chinees bedrijf uit Shenzhen dat smartphones en telecomapparatuur maakt. En behoorlijk succesvol. Dit is de omzet over de afgelopen jaren in Chinese yuan. Omgerekend zo'n 93 miljard euro. In de mobieltjesmarkt lijkt Huawei niet te stuiten. In het eerste kwartaal van dit jaar liet het bedrijf meer dan 50 groei zien met meer dan 59 miljoen verkochte mobieltjes. Dus een marktaandeel van 19% wereldwijd. Dat is meer dan Apple. En Huawei komt hiermee steeds dichter in de buurt van marktleider Samsung. Huawei is een wereldspeler. En dit is dan wat ze er financieel aan overhouden. Ook in Chinese yuan, maar dit is omgerekend bijna 8 miljard euro. De helft van de omzet, zo'n 51%, kwam vorig jaar uit China. Europa, Midden-Oosten en Afrika zijn goed voor bijna een derde. Asia-Pacific voor zo'n 11% en Noord- en Zuid-Amerika uiteindelijk voor zo'n 6%. Per divisie krijg je het volgende beeld. Zo'n 40% is afkomstig van telecomproviders. De eh, dienstverlening aan bedrijven is goed voor zo'n 10% en de consumententak is bijna goed voor de helft van de totale omzet. En dan de grote vraag. Van wie is dit bedrijf? Dit is de grote man achter Huawei, Ren Zhengfei. Een 74-jarige bouwkundig ingenieur die in 1987 het bedrijf heeft opgericht met 2700 euro. Hij maakt er nog steeds de dienst uit. Ren is de enige aandeelhouder die in het jaarverslag met naam wordt genoemd. Verder vermeldt het jaarverslag dat het bedrijf volledig in handen is van de werknemers. Via een vakbond. De Union of Huawei Investment and Holding. De WAWAI vakbond, dus. Nou, die gaat vooral over de basketbalclub, de badmintonvereniging en de pingpongtafels. Niet over het beleid. Werknemers kunnen restricted phantom shares krijgen, zoals dat heet. En dat is zoals het klinkt: een virtueel aandeel zonder stemrecht, bedoeld voor winstdeling. En daarmee zou de kous af zijn. Maar de werkelijkheid is een stukje gecompliceerder. Een bedrijf van deze omvang kan in China niet functioneren zonder goede banden met de overheid. Maar daarover wil Huawei geen helderheid geven. Het bedrijf stelt met klem dat er geen enkele band is met de Communistische Partij. Ook niet via de Huawei-vakbond die door de overheid moet worden goedgekeurd. Maar omdat het bedrijf geen openheid hoeft te geven, omdat het niet beursgenoteerd is in het Westen, moeten we Reng Xingfei op zijn blauwe ogen geloven.